De Risha Epic is een motorjeans uit de casual motorcollectie van Risha, waarmee ze zich op de urban motorrijder richten. Dankzij het simpele slimfit model ziet niemand dat jij een motorbroek aan hebt. Ik ben Marlijn van MKC Moto en in deze review ga ik je alles vertellen over de Risha Epic motorjeans beschikbaar bij MKC Moto. De Epic motorjeans is een jeans speciaal ontwikkeld voor de stedelijke motorrijder. Dat wil zeggen een motorrijder die leuke recreatieve ritjes maakt en eigenlijk gewoon een casual outfit wil aantrekken. Wanneer je de broek combineert met een set motorsneakers en een casual motorjas, dan ziet niemand eigenlijk dat jij een motoroutfit aan hebt. De broek zelf is niet waterdicht, dus juist daardoor uitermate geschikt voor de zomerse seizoenen. Omdat hij niet waterdicht is, kan hij heel goed ventileren, dus zeker tijdens de warme dagen is het gewoon echt een hele fijne broek. Wanneer we gaan kijken naar de veiligheid van deze jeans, dan zit er allereerst aan de buitenkant is die voorzien van een slijtvast dennenmateriaal. En aan de binnenkant zitten op de kritische delen een aranium-vezel. Ongeveer hetzelfde als Kevlar. Slijtvast, hittebestendige vezel die ervoor zorgt dat de broek juist op de plekken waar je het meeste deze vezel nodig hebt, dat die daar gewoon voorzien is. Slijtvastheid zorgt ervoor dat de broek gewoon bij elkaar gehouden wordt. We zien hier dat die voorzien is op de plekken waar je de meeste druk krijgt. Dus dat zijn de zitvlakken, kniestukken en de zijnaden. En over die aranium is er nog een extra mesh materiaal toegevoegd. Zorgt ervoor dat het materiaal wat eronder zit niet kan gaan irriteren op de huid. En dat het ook gewoon voldoende blijft ademen, juist door dat mesh materiaal. De stiknaden zijn driedubbel gestikt. Stiknaden zorgen natuurlijk voor dat de jeans bij elkaar gehouden worden. En juist door die driedubbele manier van stikken weet je zeker dat de naden niet kunnen gaan scheuren. Nou, buiten de slijtvaste veiligheid is die ook nog eens extra beschermd door de valplekken. In dit geval zijn dat de knieën. Er zitten D3O-protectoren in. Nou, D3O kenmerkt zich doordat het heel zacht flexibel is. Het is voorgevormd zodat het gewoon mooi om je knieën heen valt. Maar het zorgt er wel voor dat op het moment dat je komt te vallen, dat het dan extra hard wordt, waardoor je die impact niet kunt overdragen aan je knieën. Eventueel is de broek op de heupen uit te breiden met D3O heupprotectie. Er zit al wel een standaard zakje in, dus hij is al voorbereid op, maar zit er nog niet standaard bij. Dus mocht je die optie willen, dan kun je deze heupprotectie er nog los insteken. Als we dan weer teruggaan naar de buitenkant en we gaan kijken naar het comfort van deze motorjeans, dan is allereerst te zien dat dit gewoon een slimfit pasvorm is. Dat wil zeggen dat hij goed aansluit. Mooi aansluit, dus daardoor ook gewoon als een casual broek eruit ziet. En de broek zelf wordt aan de bovenkant afgesloten door middel van een knoop en een ritssluiting. Nou, deze zijn beide heel sterk, duurzaam materiaal. Zorgt ervoor dat op het moment dat de broek dicht zit, dat hij niet zomaar meer open kan gaan. En dat het door de jaren heen ook gewoon mooi en stevig blijft. Verder is deze broek ook nog eens voorzien van verschillende opbergmogelijkheden. Allereerst zien we aan de voorkant twee zakken zitten en nog een klein zakje. Die kun je gebruiken, maar ook aan de achterkant. Op het zitvlak zitten nog twee steekzakken. En deze kun je dus gebruiken op het moment dat je op plaats van bestemming bent aangekomen om eventueel wat spulletjes in mee te nemen. Tot slot zien we dat de jeans aan de bovenkant voorzien zijn van riemlussen. En deze kun je gebruiken om een riem doorheen te steken. Wanneer je een riem hebt van het merk Risha, een connector riem, dan kun je met een rits ook nog eens aan een jas van Risha vastritsen. En dan heb je gewoon een broek en een jas die samen een geheel vormen. Nou, Oscar hier is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 75 kilo en draagt van de Risha Epic een maat 30-32. Deze broek komt in verschillende lengtematen. Hou er altijd rekening mee dat hij op het moment dat je op de motor zit goed moet zitten. Ook met de lengtemaat, als je een wat kortere of een wat langere nodig hebt. De onderkant van de broek moet op de enkels vallen en die kniestukken moeten op het moment dat je op de motor zit jouw gehele knieën bedekken. Zodat je zeker weet dat die op de goede plek zitten, mocht je het nodig hebben. Wil je nu weten welke maat perfect is voor jou? Blijf dan even hangen. Wil je dit product komen proberen of bekijken? Dan ben je altijd welkom in een van onze winkels of online op onze webshop. Vond je deze video nuttig? Laat het ons dan even weten door een duimpje omhoog te geven. Wanneer je op de hoogte wil blijven wanneer MKC Moto een nieuwe video uploadt, dan kun je dit doen door op het belicoontje te klikken. Wil je nu op de hoogte blijven van alles wat we bij MKC Moto doen? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube-kanaal. Ik ben Marjolein van MKC Moto. Dankjewel voor het kijken.